Hola! Welkom bij een nieuwe video van Sissy Spong. Vandaag ga ik pasta alfredo maken. Dus een dagje was ik naar Fabiano gegaan. Ik lustte echt pasta hoor, ik weet niet. Ik had nooit eerder pasta gegeten. Of ja, gewoon bami of zoiets. Maar niet echt pasta alfredo of die dingen, weet je. Dus daar was ik gegaan. En ze verkochten geen pasta alfredo. Dus ik dacht van, huh? Hoe dan? En dat is het favorietste van vele mensen en zo. Maar dus dan heb ik die man gevraagd. Van, kunt u alstublieft pasta alfredo voor me maken? Dan zei hij van, ja, dat zal ik voor je doen. Dus ik keek hem echt lief aan, hè. Dus hij heeft het voor me gedaan. Maar hij heeft het gemaakt met een soort, met dit. Met pasta saus erbij. Dus, en ik vond het echt lekker, boy. Het was echt gewoon onbeschrijfelijk lekker. Maar ja, dus daar dacht ik van, hij zei mezelf van, het is niet makkelijk. Ik bedoel, het is niet moeilijk. En je kan het zelf thuis maken. Dus dan dacht ik van, nou, dit moet ik proberen, man. Dit moet ik sowieso proberen. Dus ik ga het vandaag klaarmaken. My first time. Oké, ja, mijn first time dat ik het zelf maak. Maar dan mijn tweede keer dat ik het ga eten. Dus ik ga jullie meebrengen, ja? Oké, dus je hebt je kipfilet hier zo in je bakje. Dan bak je dat als. En dan zet je seasoning. Ik heb nu wel zwarte peper gekocht, dus nu heb ik het wel. En we weten zelf die complete seasoning erbij. En mijn Maggi. Als je dat alles, die alle seasoningen erbij hebt gezet, dan ga je het nu draaien. Lekker bruin bakken nu. Eigenlijk moest ik het meteen inleggen. Sinds toen ik het heb gesneden, maar zo kan het ook niet, dat is snel snel even wil doen. En dan laat ik je even het bruin bakken. Ja, dus eigenlijk wou ik ook garnalen erbij, hè. Maar nu maak ik het gewoon met alleen kipfilet. Maar, ja, garnalen is duur toch. Garnalen is echt duur. Dus, we doen het gewoon met kipfilet, hè. Hey, kijk. Dus ja, het is al bruin. En dit, die man had het hiermee gemaakt. Ik weet niet of het hiermee met een wit dingetje. Ik denk dat dit het is. Een soort melk-ish something. Ik denk dat het kookroom is. Dus ik heb dit gekocht. Maar ja, we zien wel. Als het lekker wordt. Oké, dus we zetten. Ik weet niet hoeveel. Maar ja. Ik denk zo. Het was wel veel, dus een beetje meer, denk ik. Hey. Of ik doe wel nog een beetje meer. Ja. En ik heb nog die pasta saus hier zo. Maar ik weet niet of ik dat eerst moet zetten of die pasta saus. Ja. Ik zal gewoon beide mixen of zo. We zetten een beetje. We draaien. Het lijkt net verf. Zo. Ja. Ik zal nog een beetje zetten. En die van hem was een beetje roder. Ja, ik heb bijna dat heel ding gezet. Anyway. Dan draaien we het. Seasoning bijgezet, dus dat ga ik even. Ik denk dat ik te veel kookroom en die pasta saus heb gezet. Is te waterig, kijk hier. Maar een beetje macaroni. Maar ja, we draaien het maar. Ja, ik denk echt dat ik te veel van dit heb gemaakt, dus ik ga een beetje
Rahala. Ik wijs jullie zo, want ik wil. Ja, ik heb weggehaald. Hier is de rest. Als er meer nog is, zet ik wel weer. Nu zet je dan je pasta, I think so. En dan ga je draaien. Ja, dus alles heb ik goed gedraaid. Ik heb wel nog een beetje bijgezet. Want ik hoor van als mijn eten nat is en zo. Beetje juicy, je weet zelf toch. Dus even draai ik dan als het klaar is hoor. Ja, klaarie. Oké, is ready? Looking, kijk daar, boy. En sowieso zet je dan kaas erbij, natuurlijk. En ik hou van kaas. Come on, boy. Lekker, lekker, lekker. Laat me proeven, laat me proeven. Mijn eerste keer. En niet, sowieso niet de laatste keer. Gewoon lekker, lekker, lekker. Jullie moeten het echt proberen. Probeer het echt. Probeer het echt. Heel simpel. En niet duur. Dus ja, als je geen garnalen gebruikt tenminste. Maar ja, echt, echt lekker man. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Nee, maar even serieus. Toch, kijk, ik ben bijna klaar met eten. En het is gewoon... Het is gewoon lekker. Het is echt lekker. Niet omdat ik het heb klaargemaakt, hoor. Het is gewoon... Sorry. Het is gewoon lekker. Het is gewoon... Ik heb het echt lekker gemaakt. Nou, het is echt lekker, boys. Normaal, ik gewoon... Chef Cox, Sissy! Oké, daar. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Je weet toch. En te abonneren op Sissy Spawn.